Als ik iets ermee te draaien. Ja, natuurlijk. Dan kan ik jouw mimiek ook zien. Dat is yes. Belangrijk, hè? CDA, we hebben het net over gehad. Jij wil ook iets vertellen over de geschiedenis van het CDA en waar het CDA hier nu staat. Wat wil je ons meegeven? Waarin neem je ons mee? Dit is ontzettend stom, want dit is een soort zelfmoord voor dit onderwerp. Ik wist namelijk, ze had het heel duidelijk gezegd, wie de jury zou zijn, namelijk Mona Keijzer van het CDA. Toch ben ik dus zo idioot geweest om het onderwerp... Nou, wat me al, wel dapper voor jou, hoor. Nee, stom gewoon. wat... loser. Wat me al bijna vijf jaar nu fascineert, is hoe het CDA sinds 2010 ongeveer, ja, dat was het moment van dat kabinet met gedoogsteun van Geert Wilders, de hele tijd haasje over met zichzelf springt. Het CDA komt soms links van het midden uit, soms rechts van de VVD uit, soms bijna in de buurt van Wilders, een beetje netter geformuleerd, Wilders light. En iedereen vindt dat Wilders light. Af en toe. Als het over de jihad gaat, maar dat komt nog. En iedereen vindt dat normaal. En dat vind ik zo fascinerend en knap aan het CDA. Bij alle andere politieke partijen zou je zeggen van... die draaien, het zijn draaikonten of zo. En bij het CDA heeft kennelijk heel Nederland iets van... nee, natuurlijk doet het CDA dat. Natuurlijk is het CDA soms linkse oppositie en soms rechtse oppositie... en soms rechtse regering en allemaal binnen 3 jaar tijd... en. Niemand verbaast zich erover en daar verbaas ik me dan weer over. Hoe komt dat, denk je? Dat niemand zich erover verbaast of dat ik me over de anderen verbaas? Nee, dat niemand zich erover verbaast. Ja, dat je kennelijk het gevoel hebt van er is één partij die zich mag onttrekken aan wat voor andere partijen wel geldt. Dat ze de hele tijd moeten bewijzen dat ze links of rechts zijn. En er is één partij die zweeft daarboven. Ja. Je wilt dus ook mee terugnemen uit de tijd dat het CDA met uiterst rechts samen regeerde. Ja. En toen, wat wij dachten allemaal, een hele linkse partijvoorzitter, Rutte Petom, ging kiezen. Hè? Dachten wij althans. Ja, we gaan even een flashback. We beginnen wat mij betreft in najaar 2011 en dan gaan we terug en dan weer naar deze tijd. De situatie was toen inderdaad net een regering met steun van de PVV. Enorme stront, maar dat weet iedereen nog, van die deur van die fractiekamer en zo, wekenlang. Enorme stront met Ab Klink, met Ruud Lubbers, met Herman Wijfels, met Deetman, de hele oude garde van het CDA, de Raad van State, het Koningshuis, everybody. Je bent daar net aan gewend, het CDA heeft die keus gemaakt, moet een nieuwe partijvoorzitter kiezen. En dan denk je, nou, dat wordt dan een beetje een rechtse man, want dat past bij die koers die partij is ingeslagen. En dan kiest dat congres een hele linkse wijkdominee uit Utrecht, die Willem Aantjes zelf in haar praktijk, zeg maar, heeft. Ja, en die wordt dan, in een gemeente heet dat bij dominees. Nee, praktijk is van de vrije artsenkeus, denk ik. En die wordt dan opeens op het schild gehesen als partijvoorzitter. En dan denk je, dit kan niet waar zijn, maar het is wel waar, want kijk maar naar dit beeld. Ja, laten we even kijken naar de beeld. We zijn meteen terug in de tijd. De feestelijke inhuldiging van de nieuwe voorzitter kan niet verhullen dat het CDA in een diep dal zit. De vierde partij van het land heeft geen helder profiel, een verouderde boodschap en een onduidelijk imago. Dat duidelijke profiel neerzetten, wat de kiezers zo gemist hebben. En dat vergt dat we het allereerst zelf helder krijgen. Door een nieuw strategisch beraad in te stellen dat de koers voor de komende 10 jaar uit gaat zetten. En ons programma van uitgangspunten, dat moet in nieuwe woorden worden vervat. En in nieuwe beelden worden verteld. Hertalen heet dat. En met een permanente programcommissie zal het ons nooit meer gebeuren dat mensen niet meer weten waar het CDA voor staat. We gaan het doen. We gaan het samen doen. Wauw, in een vuurrode jurk. En toen? Wat een show. Toen even terug in de tijd, als het mag, Wauke. Want ja, dat mag. Dit was dus een reactie op een hele ongemakkelijke situatie. Namelijk dat heel Nederland dacht, het CDA heeft definitief voor rechts en zelfs een beetje voor populistisch rechts voor Wilders gekozen. En dat was geen wonder nadat ze in een kabinet waren gaan zitten dat ook echt met huid en haar zich aan de PVV en Wilders had overgeleverd. Een fragment daarvan, dat is dus een jaar eerder dan dit, najaar 2010, het beroemde, beruchte partijcongres in de Rijnhal in Arnhem.
waar dus gekozen werd voor... Ja, nee, we kennen het allemaal, Max, maar we kunnen er geen genoeg van krijgen. Dus nog één keer, daar komt ie. Camille! Partijvrienden, ik vertrouw het onze leiding toe om dadelijk, als wij op deze tocht gaan, om die lijn te bewaken. Maxime, jij hebt hier uit je hart gesproken. Jij hebt je hier openbaard, het diepste van je ziel met ons gedeeld. En zo ken ik jou al 12 jaar lang. Jij bent een mens van vlees en bloed, je bent een christendemocraat in harde nieren. Jij zult onze idealen nooit verloochenen. Wat deed Camille dat prachtig, Max. Ja. Maar wacht even, Max, belangrijk is, de meesten kennen het, maar jij was op dit congres ook. Ja. En ja, als je er niet was, zou je denken, god, die man, die, ja, wat voor een hart dat dan ook is, maar hij spreekt in ieder geval vanuit zijn hart. Mm-hmm. Maar jij hebt iets gezien in de wandelgangen voordat Camille dit deed. Ja, dat klopt. Er waren in die Rijnhal waren een soort coulissen schuin van het podium. En daar stond iemand uit het... ja, je hebt eigenlijk een Verhagen clan, hè, die al sinds de jaren 90 bestaat. En ja, Sybrand Buma hoorde daar toen al bij. En Camille Eurlings hoorde daar later bij. En, maar er hoorden ook allemaal spindokters bij. Jack de Vries kent iedereen, dus die gaan we niet meer noemen. Maar je hebt ook Meijers van der Poel. Dat is een oude spindokter van Maxime Verhagen geweest. Die inmiddels voor de NPO en... NOC, NSF werkt, maar in zijn vrije tijd kennelijk toch nog adviezen aan bijvoorbeeld Camille Eurlings geeft. En die stond daar in die coulissen echt als een soort bokstrainer les te geven aan Camille. Van, Camille, je kunt het. Camille, je kunt het. En ik vroeg me de hele tijd af, wat kan Camille? Tot hij dus 2 minuten later het podium opging en deze speech over Maxime, je bent een mens. Maar ja, okay, maar dat is heel te zijn. Peter, die moest wel, we springen even verderop in de tijd. Ja. Peter moest aan de slag, hè, met die boodschap van 10 jaar. Ja, en dat heeft ze ook gedaan, want haar missie was dus, dit is geen rechtse partij, dit is een partij in het midden, allemaal samen. We gaan weer naar de mensen toe. We gaan ook doen aan thema's als innovatie en modernisering van de economie en duurzaamheid, heel veel duurzaamheid en dat allemaal... met onze voeten in de samenleving, ver weg van Den Haag. En ze kwam toen op het idee... Compassie. En ze kwam toen op het idee een paar commissies in te stellen. Eentje de Compassiecommissie, ja. Dat was Jacobine Gil. En één commissie voor de inhoud, dat was met Aart-Jan de Geus, oud-minister van Sociale Zaken. En die heeft dit rapport uitgebracht. Kiezen en verbinden, politieke visie vanuit het radicale midden. Deze is ook weer zelfmoord, want Mona Keijzer zat in deze commissie. 2 keer zelfmoord. Joh. En het mooie daarvan, ik vond dit briljant. Je zit dus in een ultra-rechts kabinet, voor Nederlandse verhoudingen althans. En dan kom je met een politieke visie vanuit het radicale midden. Nou, D66 was woedend daarover, want die zeiden, dat heeft Els Borst nog bedacht, de term radicale midden. Dat zijn wij al. Wat doen die mensen nou? Die kapen onze term. En dat ging zo. Stopt met nadenken, die kan op termijn de zaak wel sluiten. En wie dus vreest of hoopt dat zelfstandig nadenken de bijl aan de wortel is van het kabinet, die kunnen we geruststellen. Wij doen wat we beloofd hebben en we denken na over straks. Het strategisch beraad kiest weer ouderwets voor het midden, maar dan wel het radicale midden. Is het niet zo dat je het radicale geluid vooral hoort op de flanken? Juist. En daarom moeten we ook in het midden een helder geluid laten horen. Kiezen en verbinden vanuit het radicale midden. Maar, ja. Lekker voor die linkervleugel, hè? Helemaal joehoe. Nou ja, die dacht echt van winnen. Het was, ja, en wel, toen? Het was wel leuk trouwens. Ik zat toen een keer met Hans Hille natuurlijk, de ultieme realpolitieke die ook bij het Verhagen-kamp zat. Hoorde, ja. Dat was eigenlijk net dit gepresenteerd. Toen vroeg ook aan Hans Hille, zat hij daar op zijn kamer in de mist. Ja, dat radicale midden. En hij zo, echt zo'n heel minzaam lachje. Ja, schattig bedacht, hè. En Verhagen, hoe reageerde Verhagen hierop, dat radicale midden?
neutraal en niet zeggend mogelijk. Dit werd gepresenteerd op het partijkantoor van het CDA, buitenom in Den Haag. 2012, denk ik, begin 2012. Daar kwam Verhagen dus niet aan het woord. Sybrand Buma, die fractieleider was, kwam ook niet aan het woord. Rut Petoom kwam aan het woord en Rut Petoom en Rut Petoom. En Aart-Jan de Geus en toen Rut Petoom weer. En Maxime en Sybrand stonden echt een beetje als stoute schooljongetjes aan de zijlijn. Ja. En opeens sprak Petoom hun toe en zei... En dit zijn onze frontsoldaten in Den Haag. Die gaan dit uitvoeren, hè? En toen werd Maxime Verhagen geïnterviewd door de televisie. Ja, en dames en heren, voordat we gaan kijken... is belangrijk, even, bij interviews moet je natuurlijk altijd kijken wat er gezegd wordt. Maar vooral soms ook heel belangrijk om te bedenken wat er nou net niet gezegd wordt. Kijkt u mee. Meneer Verhagen, links, rechts, midden, het is een beetje gecompliceerd hoor. Wat is nou strak midden? Kijk, wat hier duidelijk aangegeven wordt is dat wij keuzes maken als CDA om daarmee de zorgen van de mensen serieus te nemen, om een antwoord te bieden op de problemen van vandaag, maar ook van 2025. En tegelijkertijd dat links-rechts achterhaald is, maar dat we een eigen keuze hebben, maar dat we wel willen verbinden, dat we willen zorgen... Dat bij het serieus nemen van die zorgen, het oplossen van de problemen, ook werkelijk iedereen in Nederland een bijdrage levert en kan leveren. Maar daar hoor ik niks nieuws in. Wat nieuw is, is dat er gekeken is naar de huidige zorgen van de mensen en naar de problemen van vandaag en morgen. En het is denk ik goed geweest om na de discussie die wij eerder eigenlijk gehad hebben in 1994, wat toen geleid heeft tot nieuwe wegen vaste waarden, dat wij niet in 1994 zijn blijven steken, maar dat we in 2011, 12 en 2025 ons willen positioneren, ook als christendemocratie, om ook dan relevant te zijn. Zo, wat briljant! Of niet? Het radicale midden, warm omarmd. Dat kunnen we vaststellen in ieder geval. Maar goed, Verhagen bleef niet. Nou ja, dat hele kabinet kwam opeens te val vlak hierna, omdat Wilders toen opeens uit het katshuis wegliep. En ja, dat leek het einde van dat rechtervleugeltje van Verhagen en Hille en Buma. Leken. En Bleker natuurlijk, eerlijk. Bleker was zijn eigen vleugel. Helder Henk. Die luisterde naar niemand. Nou, die hoorde daar toch ook wel bij. En, nou ja, Verhagen is inderdaad de politiek uitgegaan. Niet dat hij ooit uit Den Haag is weggegaan, want hij is nu voorzitter van de bouwondernemers en vicevoorzitter van VNO-NCW. Twee functies die toevallig voor hem door Elko Brinkman van het CDA ook allebei bekleed werden. Ja, wat toevallig, ja. Ja, en je ziet die mannen dus gewoon op alle Haagse recepties, gewoon alsof ze nog wel minister zijn. Het maakt niet zoveel uit, ze zijn er. Maar toen moest er een nieuwe partijleider komen. En ja, ik dacht eigenlijk in het verlengde van mevrouw Petoom en we gaan naar het radicale midden, komt er nu iemand die staat voor dynamiek, innovatie, vernieuwing, bestuurlijke vernieuwing, ver weg van Den Haag, niet die oude politieke elite, maar iemand uit de samenleving. En dat werd dus Sybrand Buma, die al sinds 1990 bij die bestuurlijke elite in Den Haag. Okay. Nou ja, goed. Maar even belangrijk is even op te merken is het CDA, en laten we wel wezen Max, als we naar de peiling kijken, niet alle peilingen, zijn ze toch, ze hebben natuurlijk een enorme klap gehad, ze hebben nu, wat is het, 11 zetels, 12? 13. Maar als je naar de peiling kijkt, zijn ze natuurlijk toch gestaag aan een opmars bezig, dat zijn niet zomaar een uitwas, een keer in de peiling, bijna alle peilingen zijn ze voorbij de 20. Dus je kan zeggen, de lijn van Buma, die niet helemaal correspondeert met de lijn van Rut Petoom, maar zou toch zijn vruchten kunnen afwerpen, om het maar zo te zeggen. Hoe rechts is het? Nou ja, ik vind Buma afgezet tegen dat radicale middenplan van mevrouw Petoom en meneer De Geus. Nou, ik vind het behoorlijk rechts. Het is, PVV Light, zei je net. Nou, als het om de jihad gaat, hij hetzelfde kamerdebat over Parijs, waar we daarnet beelden van zagen, dan gaat hij echt verder dan ook de VVD in... Ja, laten zien? Ja, we laten het even zien. Okay. Een aantal opmerkingen van Haarsma Buma, de partijleider. Voorzitter, als wij onze democratie echt willen verdedigen, dan moeten we ook nee zeggen tegen imams die haat prediken. Nee zeggen tegen jongeren die geweld verheerlijken. En nee zeggen tegen eventuele partijen die de sharia of het omverwerpen van de democratie prediken. Wie in Frankrijk aanslagen verheerlijkt, krijgt daar, we hebben dat net gezien, een gevangenisstraf.
Onlangs nog, deze dagen, kreeg een man die de recente aanslagen in Parijs verheerlijkte, een gevangenisstraf. Waarom? Omdat men in Frankrijk wel beseft wat we hier blijkbaar niet beseffen. Dat is dat het verheerlijken van dit soort daden een opstap is naar het gebruik van geweld. Voorzitter, het kabinet heeft meermalen gezegd, we willen het niet. Daarom zal het CDA komen met een eigen voorstel. Een voorstel wat ook geënt zal zijn op wat er in Frankrijk op dit moment kan. Een initiatiefwet om het verheerlijken van terroristisch geweld ook in Nederland strafbaar te maken. Nou is dit één onderwerp, maar er zijn natuurlijk nog veel meer te bedenken als het gaat om lagere belastingen, vlaktax heb ik ze horen zeggen, privacy, veiligheid, dat zijn allemaal nu begrippen waar het VVD eigenlijk zich mee probeert te profileren en vaak rechts worden ingehaald nu door het CDA. Mag ik het zo... Ja, ik vind dit eerst niet PVV light. Nee, dit is misschien niet het beste fragment erbij, maar... Nou ja, goed, het is wel duidelijk dat zij achter dezelfde kiezers aanzit. En dat Buma een alternatief, dat heeft hij ook zelf gezegd. En wij kunnen een alternatief zijn voor dit mislukte kabinet. En die strategie lijkt me wel duidelijk. En Buma is net wat jij zegt, het is gewoon een wat conservatievere rechtse law and order man. En eigenlijk wat er gebeurt is, Buma is Buma. Weet je, en hij kan natuurlijk niet dat... Hoe je dat Jumbaya verhaal van Peter om vertellen, ja. Maar, tot onze verrassing, hè, als jij zegt, jullie zeggen allebei toch wel, en jij ook Irene en elkaar, het is toch wel, CDA is toch wel heel erg op de rechterkant is je aan het spelen. Ja, maar toch, ik las vandaag, of van de week, dat Rut Petoom, die mag geloof ik weer terugkomen, hè, van de radicale midden, sociale enzovoort enzovoort. Surprise of niet? Ze heeft zich weer kandidaat gesteld om het nog een tweede periode te doen. Ik kom wel overal mannen uit de omgeving van Verhagen en Balkenende tegen die zelfs bij mij informeren naar, weet jij misschien een leuke vrouwelijke kandidaat uit de provincie die tegen Rut kan zijn. En wat geef je dan als antwoord? Ja. Nee, ik ken geen leukere vrouw uit de provincie dan Rut Petoom. Oh. Lafjes. Okay. Ja. Ja, ik zou daar een hele flauwe opmerking, maar dat doe ik natuurlijk niet. Irene, ik hoorde jou nog even iets tussendoor zeggen. Wat wil je zeggen? Nou ja, het is heel bijzonder dat er juist op dit moment op links natuurlijk heel veel kiezers over zijn. Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van deze geweldige drie verhalen. Ik ga straks de jury erbij halen, maar voordat ze gefileerd worden in de jury, doet u mij een groot plezier. Geeft u ze alle drie even een warm applaus. Dank jullie wel. APPLAUS.